What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're gonna be jumping into the part two of the Dutch 19th century, episode 10. Much love again to Paul H and Doko Doko for the subtitles, and to Mikhail for keeping us on the history journey. Freaking been a hell of a journey so far. Let's finish this one off. I'm glad I did see that there were quite a few people that are following along, and I definitely appreciate you guys. Let's see where we're going next. We're learning all about science, is what we're doing. Lorenz komt na een glansrijke carrière hier in Tijlers werken. Wat zoekt hij hier? Ja, de grote Leidse hoogleraar gaat naar Tijlers toe om hier weer terug te gaan naar de wetenschap. Hij was theoretisch fysicus, deed berekeningen, gaf college. Maar hij wou eigenlijk weer experimenten gaan doen. En dat kon in Leiden niet, maar dat kon hier wel. Hij kon eigenlijk zich hier helemaal concentreren op zijn werk. Want dit is nu een museum, maar toen was het echt een onderzoekscentrum. Absoluut. Er was hier ruimte om proeven te doen. Hij werd daarin ondersteund. Er waren apparaten. Het was natuurlijk toch de tijd dat je experimenten nog niet versnellers waren van vele, vele kilometers groot. Je kon dat nog zeg maar, op een experimenteertafel doen. Denk wel, atomen waren toen nog gedachten. Ze waren nog niet gezien. In zekere zin was hij de eerste van de nieuwe generatie van fysici die daar na hem zou komen. Met mensen als Einstein en Bohr en allemaal jonge mannen vanuit het perspectief van Lorenz. Maar zijn beeld van hoe de natuur in elkaar zat, wat we nu heel vanzelfsprekend vinden. Namelijk materie die uit deeltjes bestaat. En atomen, protonen, elektronen. En deeltjes die met elkaar interacties aangaan door krachten uit te wisselen, door middel van straling. Licht is daar een goed voorbeeld van. Dat hele simpele beeld, materie en straling, en zo zit de wereld in elkaar. Ja, dat was een soort boodschap die hij meegegeven heeft aan volgende generaties en die in zekere zin de hele 20e eeuw heeft bepaald. Leven wij nu nog met spullen die veel aan zijn werk te danken hebben? Iedere microchip wordt gemaakt via methodes, lasers of andere lichtmethodes. So yeah, everything. Die we eigenlijk alleen maar kunnen begrijpen dankzij het werk van Lorenz. Ik zou zeggen 50% misschien wel van alle industrie die we om ons heen hebben. En dat gaat ook over Philips of ASML of de high-tech industrie wereldwijd. Overal vinden we het werk van Lorenz terug. En vandaar dat dus Lorenz en zijn generatie zo'n belangrijke rol hebben gespeeld. En ze waren eigenlijk toch een soort blikopener die moderne visie op de natuur heeft ontwikkeld. Dat is een massive mastodon. Dubois mammoth, naar de mastodon, van de mens. Waar wil Dubois die missing link gaan zoeken? Nou, Darwin had gezegd. Als je gaat zoeken, moet je daar gaan zoeken. Of moet je in de tropen gaan zoeken. Want in de tropen is de mens zijn vacht kwijtgeraakt. En je moet gaan zoeken. That's because mens... do you know how hard it would be if we were in the tropics and we were covered in hair? It would be so sweltering hot. I live in the tropics. Apen zijn. Nou, I couldn't do it if I was covered in hair like that. De chimpansee in Afrika, de orang-oetang en de gibbon in Zuidoost-Azië. We hadden Indië. Dus Indië was dé manier om zijn passie uit te oefenen. Dus hij gaat echt het veld in, hij gaat echt zoeken. Naar Indië gaan blijkt nog niet zo makkelijk. Niemand gelooft in de ideeën van Dubois. Daarom meldt hij zich als gezondheidsofficier bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Zijn vrouw en eenjarig dochtertje gaan mee. Tamelijk ongewoon in die dagen. Dubois is vastberaden. People with a thirst for knowledge. Toen Dubois hier kwam, was dit stukje ook rivier? Nee, dit was allemaal oever. Dus die rivier die liep achter die stenen. Ja. Dus dit was gewoon oeverwand, voor een deel zo hoog als daar. En dat is allemaal afgegraven. Dus wij varen hier nu door de afgraving? We varen door de afgraving heen, ja. Ik
What are we looking for? Toen hij eenmaal begon te graven, wat vond hij hier? Hij vond heel veel verschillende diersoorten. Heel veel diersoorten die tegenwoordig uitgestorven zijn. De stegodon, de prineeltijger, oerossen. En dat zijn dieren van hoe lang geleden? Dan praat je over 800 long time. Terug, 800.000 jaar geleden. Een paar meter beneden ons is het 800.000 jaar geleden. Ja. Maar op het moment dat je fossielen vindt van een bepaalde ouderdom, want hij kon aan die fossielen kon hij zien dat hij in een goede tijd zat, in het middenpleistoceen. En dat te midden van de fauna hier, dat je daar ook de mens kon vinden. Wat vond hij waardoor hij dacht, dit is hem? Hij vond op een gegeven moment een kies. Die lag een meter van de schedel. Dus hij vond eerst de kies hier beneden. Een meter verder vond hij de schedel van de Java-mens. En dan 10 meter verder vond hij dijbeen. Ja, het is een wereldvondst, een wereldontdekking. We don't think about the things that could literally be that right underneath meter van your feet. Ja. When you're in some of these older countries. In 1891 vond op deze plaats Eugène de Bois en Missing Link. Gerrit Alink probeert te achterhalen waar precies de vindplaatsen van Dubois lagen. Hij krijgt advies van Truman Simanjuntak, een Indonesische archeoloog die zelf onderzoek doet naar de vroege mens in de archipel. I hope that we get also more clarity about the excavations on this side. If here there is a river terrace and here, in my view, there should be somewhere here along the bank of the river. Het onderzoek naar de vondsten van Dubois gaat nog steeds door, al gebeurt het vooral in Nederland. Het kleine museum van Trinil heeft maar een fractie van de enorme collectie Dubois. So this is what Dubois in fact found. Yes. In the 5 years he's been working here. Yes. You have skull, human skull, and also thigh bone here and some molars over there. Yeah. So how do we know this, let's say, person was standing upright? Let's see closer. Yes. Let's see if for the femur, this one. Yes, sorry. Yeah, it's okay. You can see morphologically, it's almost the same with human femur. Yeah, it means that this individual should be in upright position. Yeah. So what is it? This part? This is part of this of the body, something like here. This is the femur, but this is left femur here. According to him, this is the missing link between ape and human. He is in the conclusion that this is missing. But you are allowed to touch this? Yes, because this is a copy, not the original. Oh. This is the copy, so it's okay. You know, the original of this is in Leiden, I think. So we are coming all the way from the Netherlands to Trinil? To Trinil. To find a copy? A copy. And the original is back home. In fact, you have the original over there in the Netherlands. That's awesome. Ja, en hier zijn we dan, hè? In het heilige, de heilige. De collectie van Dubois. Allemaal Dubois? Allemaal verzameld door... De whole place? En dat is van heel groot. Het ding is niet te tillen. En wat is het? Dat is een olifantachtige. Kijk, hier staat waar het vandaan komt. Trinil, Trinil. En sommige, hè? Ik bedoel, als je die foto van de veranda kijkt, dan kun je die bepaalde dingen herkennen. Dat is een stoottand. Van een meter of vier. Look at all those bones. Fossilized. Hoe kwam dat van zijn veranda daar hierheen?
Het werd netjes ingepakt in kisten, houten kisten. In, netjes met jati-bladeren en allerlei de zaken. Dus goed ingepakt. En die kisten werden verzonden naar het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. Zoals dat museum toen de tijd heette. Hier in Leiden? Hier in Leiden. En die kisten, daar heb ik nog wel een voorbeeld van. Als je even meeloopt. Ik volg. Denk om de punten. Dit is dus niet van die bar. Dit is gewoon te groot. Dit moest even kwijt. Ja, dat moest even kwijt. Deze ook. Dat is een reuzenhert, maar daar hebben we het niet over. What's the giant ass deer head? Soort kisten of groter. Ja. Nummer staat er nog op. Ja, hier zitten allemaal kiezen van runderen in. Hij heeft eigenlijk alles verzameld wat daar in die grond zat. Anything he pulled up. Kijk, naast die hele grote dingen verzamelde hij ook hele kleine dingen. En dan wil ik dit even laten zien. Ja. Dit is een kaakje van een katachtige. En dan een civetkat. Ja. En drie mooie kiesjes. En dus een kaakje. Hoe oud is dit? Dit is, nou laten we zeggen, dat is 1 miljoen jaar. Oh, cat. Hij komt met al die spullen hierheen. Ja. En dan moet hij de wereld overtuigen van zijn visie dat hij de missing link gevonden heeft. I mean, he had a lot of things to show. Dat is natuurlijk een ontkenning van de grote wetenschappers. Die zeggen van ja, dat is helemaal niks. Is dat zo? De grote wetenschappers keren zich tegen zijn idee? Degene die op dat moment van groot belang zijn, keren zich tegen hem. Meneer Dubois. Hoe weet u nu dat die drie bij elkaar hoorden? Stel dat u twee linkerdijbenen had gevonden. Had u Pithecanthropus dan met twee linkerbenen gelopen? Dat is de eerste discussie van hoe weet je dat bij elkaar hoort. Dubois kreeg dus sterke tegenstand onder zijn vakgenoten. Behoorlijke tegenstand. In het begin ging hij alle congressen langs en liet hij dingen zien. Heel enthousiast van kijk eens en dan... Zei iedereen ja, en dan achter zijn rug zeiden ze, van, ja, het lijkt nergens op. Zou Dubois zich dat gerealiseerd hebben, van tevoren, dat die weerstand zo groot zou zijn? Hij was dolblij met zijn vondsten. Voor hem was dat gewoon het overtuigde bewijs. De teleurstelling is misschien dat niemand het geloofde. That's a lot of finds. Valt mijn oog. Oeh, de zwaar. Gietijzer. Verzameling van Indische fossiele collectie Dubois. Niet toegankelijk voor het publiek. Nee. Die fossielen die lagen ergens. En dan zegt hij van, nou, ik ga ze bestuderen. Ik laat ze niet meer zien. En dan wordt hij weer beschuldigd als rare professor die fossielen niet wil laten zien. Toch een beetje, net die professor. Genialiteit en gekheid, dat ligt in het spel. Yes, they are. Nuttig was, dan vind ik dat best aardig. Want anders had hij nooit met dat idee gekomen. Had hij nooit dat doorgezet. Without a little bit of crazy, we'd never be where we are today. Het idee gehad dat we niet van een aap afstammen. Het is de eerste theoretische fysicus ter wereld die de Nobelprijs krijgt. En dat bevestigt nog een keer zijn unieke rol. Hij is de centrale figuur op dat moment in het wetenschappelijk establishment. Door zijn talenkennis, door zijn begrip. Niet alleen in Nederland. Hij verbindt de hele wereld. Frankrijk, Duitsland, Engeland. Hij correspondeert met alle wetenschappers. Hij wordt ook een soort organisator. Hij wordt een natuurlijke persoon waarom mensen zich scharen. En hij wordt een soort vader, grootvader voor de internationale fysica. Natuurlijk, de persoon die het eerste tot de verbeelding spreekt is Albert Einstein. Die natuurlijk met zijn werk, met Lorentz formules, iets heel bijzonders doet. Hij kijkt eigenlijk naar die formules en hij zegt van ja, die formules die zijn sterker. Daar zit nog meer in dan Lorentz zelf dacht. Dat betekent dat we op een radicale andere manier over ruimte en tijd moeten gaan nadenken. Maar het is maar één tijd, dacht Lorentz. En Einstein zei, nee. Er zijn een heleboel verschillende soorten tijden. Je moet gewoon over die kloof heen springen.
En ik vind het heel erg mooi dat als we... als ik college geef over Einstein... Ja? En ik laat zijn beroemde vergelijkingen over de relativiteitstheorie zien... dan zijn dat de Lorentz-vergelijkingen. En dus Lorentz' naam zit nog overal opgestempeld... op de belangrijkste ingrediënten van wat wij nu onze modern begrip van de natuur is. Kijk, er is geen bekender wetenschapper dan Einstein op dit moment. Maar je kan de vraag stellen, wie vond Einstein eigenlijk de beste wetenschapper? En Einstein was daar heel expliciet in. Dat was Lorentz. We need people to explore other people's ideas. 1925 wordt in Nederland groots gevierd. Met bewindslieden als Colijn en een vriendelijke Lorentz die geduldig voor de camera poseert. Bijna onwerkelijke man, vind ik het. Ja. Goed in alles. Goed in de wetenschap, goed in alle onderzoek daarbuiten. Maatschappelijke betrokkenheid. Onvoorstelbaar aardig, langmoedig, behulpzaam. Dat kan toch niet? Nee, dus je hebt soms ook zoiets van, misschien zou u wat... als we wat karakterfouten zouden kunnen detecteren... dan misschien nog wel bekender was geworden. Het Teylers herbergt ook een collectie fossielen van Eugène Dubois. Hij was net als Lorentz verbonden aan het instituut. Misschien dat de heren elkaar daar dus beleefd groeten. We weten het niet. Maar je zou willen meemaken hoe dat ging. Dubois de miskende geleerde, Lorentz op de top van zijn roem. Lorentz is ook het stralend middelpunt als 2 jaar na zijn jubileum... de eerste Lorentz-medaille wordt uitgereikt. De fine fleur van de Nederlandse wetenschap is aanwezig... met verstopt op de achterste rij Eugène Dubois. Toch net als Lorentz grondlegger van een nieuwe wetenschap. Dubois is op dat moment bezig met het scheppen van een eigen droom... op zijn landgoed bij Roermond. We zijn hier een kilometer of 10 van Roermond. Ja. En hij woonde hier de tweede helft van zijn leven. Ja. Ongeveer van 1901 tot 1940 is hij overleden. En hij heeft hier zijn eigen wereld, zijn eigen paleontologische wereld... zijn eigen biotoop heeft hij gecreëerd. Paleontologische wereld? Hij heeft vanuit heel Europa, vanuit Siberië, van overleg... hij bomen geïmporteerd, planten geïmporteerd. Ja, en wat er zich in de vijver allemaal bevindt... ik zou Daar is hij ongetwijfeld ingegrepen om die wereld te creëren... zoals hij die voor zichzelf zag. Waarin die link tussen aap en mens, hoe die geleefd zou hebben. Die wereld wilde hij hier creëren. En dat is natuurlijk een wereld die je heel moeilijk kan creëren... want je zal je fantasie bij moeten gebruiken. Je zal daar theorieën op los moeten laten... die waarschijnlijk, of mogelijk, de werkelijkheid niet altijd zo nauwkeurig benaderen. Maar het is natuurlijk wel een poging om een wetenschappelijke diepgang te geven... aan uitsluitend die botten en die botjes die hij gevonden had. In Indonesië had hij de botten opgegraven... En hier is hij de hele leefwereld herscheppen. Ja. Weet je, Jurassic Park. Dit kan Jurassic Park-esque. Ja, zonder die grote bijters. Ja, inderdaad. Zo zou je bijna kunnen noemen. Don't go swimming in that pond. Who knows what he brought back with him. Dubois keert zich af van de maatschappij. Lorentz blijft er sterk bij betrokken. Bij de bouw van de afsluitdijk bijvoorbeeld. Inmiddels op hoge leeftijd maakt hij daarvoor de berekeningen... die leiden tot de knik in de dijk aan de Friese kant... Die beperkt de kans op stormschade aan de dijk. Ook hier leeft de naam Lorentz voort. De Toonbekkenkamer en de... Dit is de Lorentzkamer. En hier staat het bureau van Lorentz. Dat we destijds, de KNW destijds van de familie heeft gekregen. De stoel komt ook uit het huis van Lorentz. We gaan ervan uit dat hij hier zijn belangrijke werk aan dit bureau heeft geschreven. Nou, staan we in adoratie voor een bureau dat hier speciaal bewaard is. Lorentz is een soort held van ons allemaal geworden. Lorentz wordt soms meer in verband gebracht met die sluizen en de afsluitdijk... dan door de natuurkunde. Maar voor mij als wetenschapper is zijn werk als natuurkundige het meest memorabel... Hij werd dan zeer geliefd en vereerd door de wetenschappers van toen. Het uit elkaar houden van wetenschappelijke opvattingen en de persoonlijke verhoudingen... lukte dus aardig in de sfeer van Lorentz. Maar kon dat ook op die manier lukken in de omgeving van Dubois... waar het ging om de evolutietheorie? Als je het hebt over de evolutie van de mens in die tijd...
Nou, dan krijg je te maken met het geloof, met de, wat er in de Bijbel staat over de evolutie van de mens. En dan krijg je het vanzelf, wat je ook zegt, je krijgt allerlei tegenstanders. En dan gaat de strijd natuurlijk al gauw wat persoonlijker worden. De Bijbel zegt vrij weinig over de relativiteitstheorie. Dus daar hebben we veel minder problemen mee. I could see how that would be an issue. Ja, nou die herken ik. En dit zijn de echte. Dit zijn de echte. Toch een beetje schamel, hè, als je ze naast zo'n hele mammoet zit. Ja, dat is een schedelkapje van een mensachtige. En ja, het is echt niet groter dan de schedel van jou. Dus dat zijn de afmetingen. Hoe belangrijk is deze vondst voor dit museum? Nou, wat mij betreft de nachtwacht van de fossielen. Nou, het belangrijkste van dat het museum. That's saying something right there. Nou, het heeft een grote emotionele waarde. Als ik hem eruit haal, weet ik zeker dat je vraagt, mag ik hem aanraken? Contact ja, in Triniel heb ik de kopie van. Jawel, maar dat was een kopie. Ja, ja maar ja. Dat was al een kick, vond ik. En het heeft een grote wetenschappelijke waarde. Hij zit ook flink achter glas, hè? Ja, je kunt je Magnum erop leegschieten. Dat zo. Oh, echt? Ja. Maar wie zou zijn Magnum hierop willen leegschieten? Er kan altijd een keer iemand komen die gestuurd wordt door het geloof tegen de evolutie is en die het ding wil stuk maken. Dat is nog altijd denkbaar, dat die evolutieleer zulke heftige reacties oproept dat iemand... Dat is altijd als denkbaar. Als boodschapper van God... Dat zou altijd kunnen. Dat soort mensen lopen rond. Very true, though. It's got a huge... Mannen point. Met heel verschillende karakters ontwikkelen people zich tot blow genieën. Up all kinds of beautiful met hulp historical van de HBS, things. Die tussen 1902 en 1914 maar liefst 5 Nobelprijswinnaars voortbrengt. En nog heel wat grote wetenschappers die we toch al gauw vergeten zijn. Wie kent hem nog? Abraham Kuiper. Moet je hem vergelijken? Dan zou je kunnen zeggen, lijkt hij het meest op Pim Fortuyn. Abraham de Geweldige zou Nederland veranderen. In Jezus' naam. Amen. Met betaald christelijk onderwijs en met de eerste politieke partij. U bent zijn plaatsvervanger op aarde geworden. Nee, te veel eer. Kuiper grijpt daar de arbeider bij de keel in de naam van Christus. Hoe een man van het volk de macht grijpt. There you have it, ladies and gentlemen. The Dutch 19th Century, episode 10, part 2. Super, super... great journey. I like the science piece of it, even though like I'm science class I hated. I think it was because of the way that it was taught by the particular teacher, but science itself, like science history, that's important because I can totally see the link to where we were and where we are now. Like even in just the short amount of time that I've been alive, the amount that technology and things like that has just jumped forward, leapt. There were none of the stuff that we're doing today was even thinkable back in the day. And can you imagine back in their day, none of this stuff, this would have all been like hocus pocus kind of magic. Definitely a super journey. Definitely shout out to Paul H and Doko Doko again for the subs. To Mikael for keeping us on the journey. Hit the like button if you liked it. The dislike button, but I won't believe you. Check out the other video up there. One of these guys up here. Till the next one, highly combustible. You guys be happy, healthy, safe. I love you to the moon and back. Peace.